In de regio van RN7 zijn hondenbezitters in Heumen het meeste kwijt aan hondenbelastingen in 2024. Dat blijkt uit cijfers van huisdierenverzekeringen.nl. Wel vraagt Heumen voor de tweede hond hetzelfde bedrag, waar dit in andere gemeenten vaak het dubbele is. Naast Heumen pieken in onze regio ook de gemeenten Druten en Beuningen in de hondenbelasting, met beide afgerond €93. Wiegen laat landelijk de grootste stijging zien ten opzichte van vorig jaar. Met een toename van 14,4% betaal je daar nu €88,80. In Nijmegen en Bergendal hoef je helemaal geen hondenbelasting te betalen. RN7 heeft de gemeente Heumen, Beuningen en Wiegen om toelichting gevraagd, maar geen van hen willen hierop reageren. De geldverspilling in de gemeente West-Maas en Waal door het tekenen van een contract voor opvanglocaties voor Oekraïners, die vervolgens weer werden geschrapt, krijgt nog een staartje. Donderdagavond heeft het college van deze gemeente namelijk een motie van afkeuring en een motie van treurnis ontvangen vanuit de gemeenteraad. Wethouder Marieke van den Boom laat weten dat het college zich dit aantrekt. Zij belooft op 22 februari een week voor de volgende raadsvergadering te laten weten waar ze staan en mogelijke oplossingen aan te dragen. Voor de Nijmeegse Stadsschouwburg staat er een grondige opknapbeurt op de agenda. In de zomer van volgend jaar zal de Schouwburg de deuren sluiten voor een periode van 2 jaar. In die tijd worden problemen opgelost als vallend beton, lekkende buizen, wateroverlast en rioolgeuren. Het 63-jarige Rijksmonument rammelt aan alle kanten. In 2022 werd de theatertechniek al onder handen genomen. Nu is het dus tijd voor een grote renovatie. De Schouwburg is nog bezig met het regelen van alternatieve locaties voor hun programmering. Een deel zal in de vereniging terecht kunnen. Ja, dan kijken we weer even naar de sociale media van vandaag. Het Radboud UMC laat zien hoe twee kinderlongartsen een gastles geven op het Canisius College over de risico's en de gevolgen van vapen. Vapen lijkt namelijk vaak onschuldig, maar alles wijst erop dat het net zo schadelijk als roken is en zelfs nog verslavender. Gemeente Beuningen meldt dat inwoners vanaf nu hard plastic voorwerpen gratis kunnen inleveren bij de gemeentewerf. De reden hierachter is dat het in het verleden vaak gebeurde dat deze producten bij plastic plus afval werden gegooid. Alleen plastic verpakkingsmateriaal, blik en pak horen thuis bij plastic plus. Alle andere voorwerpen, zoals tuinmeubels, plastic dozen, kratten, speelgoed en bloempotten, horen in de container voor hard plastic. En de Jumbo aan de Phoenixhof in Nijmegen heeft online heel wat stof doen opwaaien. Gisteren besloot de supermarkt na een stroomstoring om alle gekoelde en bevroren producten weg te gooien. De actie haalde zelfs het landelijke nieuws, maar kon online op veel kritiek rekenen. Veel mensen begrepen niet waarom de winkel de producten niet gewoon weggaf of doneerde aan de voedselbank. Het betreffende Jumbo-filiaal wilde niet op de actie reageren.